Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zeepie, Ocarina of Time. Ik ben er weer! In de vorige aflevering hebben wij de Ice Cave Run gedaan. Dat was een hele koude aflevering. Hebben we een geweldig duet gehad waar ik jullie zeker wil bedanken voor alle likes die ik heb gekregen en alle complimenten die ik ervoor heb gehad. Dus het was een van de makkelijkere nummers van Ocarina of Time, ben ik heel eerlijk over. Maar ik ben blij dat het zo mooi klonk. Dus de grote dank daarvoor. In deze aflevering gaan wij eindelijk verder met de big sidequest, de Goron Sword. Want ik had in de comments gevraagd van, welke sidequest zouden jullie het liefst willen zien? En jullie wouden dolgraag, willen jullie tempels of sidequests? Jullie wouden graag sidequests zien. Dus eerst even Epona roepen. Oh. Want we gaan namelijk eerst verder met de Big Goron Sword. Nou, de Big Goron Sword voor de mensen die nou pas intunen. Je kunt altijd nog zeg maar een andere aflevering kijken. Voor de mensen die het niet hebben gedaan, zal ik jullie matsen. En zal ik heel even vertellen hoe dat het in zijn gang gaat. Epona? Epona? Waar is Epona? Wat is dit? Ik moet Epona hebben, anders komen we nergens. Heeft Epona de griep? Ik hoor hem wel. Epona... Oké, nou, wat dus zeg maar de bedoeling is je moet eerst naar Kakariko Village om een ei te krijgen. Daar krijg je een Kuko voor van die Kuko. Die kun je dan zeg maar Mario mee wakker maken. Mario die zegt dan van, dan moet je weer terug naar de vrouw. Dan krijg je een blauwe Kuko. Daarvoor moet je dus zeg maar naar de gozer in de Lost Woods. Die zegt dat die blauwe Kuko Kojiro is. En Kojiro dat is zijn beste vriend en dan moet je een nice person voor zijn. Blablabla. Als je dat gedaan hebt, dan vraagt hij om een paddenstoel. Daar is Epona. Dan vraagt hij of je eventjes een paddenstoel wil brengen naar een potionshop voordat het zeg maar bederft. Dus dan moet je zo snel mogelijk naar een potionshop in Kakariko Village. Vanuit daar krijg je een medicijn. Vanuit daar ga je weer terug naar die vent zeg maar in de Lost Woods. In de Lost Woods kom je dan in één keer erachter tot de vent zeg maar weg is gegaan. Dan komt er een creepy vrouwke dat zegt dat alleen maar de zaak over is gebleven. En dat zijn spirit een stalfos is geworden. Die we waarschijnlijk hebben gekild in de vorige tempel, maar dan maakt niet zoveel even uit. En hebben we dus een zaak gekregen die we op dit moment dus hebben. Zo, dat was een mond vol. En Epona had er geen zin in, want ik kwam gewoon niet opdagen. Maar goed, met die zaak gaan we dus nu verder. En wat we dus met die zaak nu moeten doen, is we moeten nu langs Gerudo Valley. En Gerudo Valley is een van de fijnste plekken, zeg maar. Een van de lievelingsplekken van heel veel mensen. Omdat dat dus awesome muziek heeft. Nou, de reden waarom dat ik daar naartoe wil is, daar hebben we dus zeg maar een gastje. En die gast die wil die zaak hebben en die ruilt hem weer voor iets anders. Dus, dat is eigenlijk een beetje de bedoeling wat ik nou ga doen. Dit kan op zich, ja, vanuit daar moeten we dus zeg maar weer naar iets anders toe. Dus het wordt heel erg veel reizen. Maar in deze aflevering wil en zal ik die Big Golden Sword pakken krijgen. We gaan er gewoon voor. Dus, ik ben nog een heel klein beetje aan het sniffen. Heel erg bedankt voor iedereen die nog steeds beterschap heeft gewenst, noem maar op. Ik bedoel, als ik alleen maar een beetje snif... Dan vind ik geen reden om te zeggen van, hey, ik kan niet opnemen. Nou, hier heb je Epona voor nodig, anders kun je die sprong niet maken. Het is heel erg belangrijk dat je hier Epona bij je hebt. En deze gast hier... Ja, Epona, blokkeer jij daar de deur maar. Daar ben ik het mee eens. Deze gast hier, die is geïnteresseerd in je zaag. Poacher saw. Oké, hij saw het allemaal. Kijk eens, jongen. Hi, that saw, it's mine. But, I thought I left that saw with my old lady. Oh well. My big Goron tool broke, so I was going to Goron City to get it repaired. Your coming here is a great timing. Will you give me my saw? Ja hoor. Good kid, thanks. I'm sorry that I can't give you something as good in return, but take this anyway. En je krijgt de Broken Goron Sword. En dan moeten we dus de Big Goron gaan bezoeken om die dus, zeg maar, te laten repareren.
Nou, er zijn dus zeg maar twee soorten Big Gorgon soort die je dus zeg maar te pakken kan krijgen. Zoals ik al zei, je hebt dus zeg maar de Big Gorgon soort waar we nou dus mee bezig zijn. Maar je hebt ook nog de, ik geloof dat die Long soort heet. Ik neem hem normaal gesproken nooit, omdat het een big waste of rupees is. Dus daarom neem ik hem nooit. Maar oké, kan ik deze punten maken? Nee hoor. Ik moet terug. Maar als je die dus zeg maar koopt, het is een zwaard van 200 rupees. En die ziet er ook uit als de Big Gorgon soort. Het enigste nadeel is, na 2 à 3 swings breekt die en heb je er dus helemaal niks meer aan. Dus ja, je kunt hem wel kopen, maar... Epona heeft er echt geen zin in vandaag. Zien jullie daar, jongens? Ik ken wel Lazy, die zijn er gewoon terug warpen naar de Temple of Time. Ik denk dat dat zelfs nog een beter idee is ook. Probeer nog één keer. Goed zo. Dus ja. Dat is eigenlijk dus. We gaan nou richting Big Gorgon. Nou, dit zou een stuk makkelijker zijn met alle warp songs op het moment dat je geen time quest hebt. Zoals nu hebben we dus zeg maar, op het moment geen tijd quest. Maar als je de Big Gorgon soort zo snel mogelijk wil hebben. Dit is het moment om het eigenlijk te doen. Dus goed. Nou, het eerste wat we dus moeten gaan doen is, we moeten dus zeg maar naar Gorgon Mountain. En wat dus het grappige is bij Gorgon Mountain is, dat is eigenlijk de locatie waar we nou naartoe moeten. De tweede tempel, dat is zeg maar in Gorgon Mountain en dat is eigenlijk dus waar we naartoe moeten gaan. Maar er zijn nog zoveel sidequests die we moeten doen. Dus, ik denk dat ik dit heel eventjes vooruit knip aangezien dat dit niet timed is. Dus ik knip heel eventjes naar voren en ik zie jullie bij Gorgon Mountain of Dead Mountain. Oké, zijn we eindelijk aangekomen bij Dead Mountain Trail. Zoals je dus ziet, het is hier nou heel erg veranderd, omdat er nou meer stenen hier liggen. En daar houdt het eigenlijk een beetje mee op. Er zullen hier nou ook stenen naar beneden rollen, daar wil je zeker vooruit kijken. En ondertussen dat ik dit pad eventjes loop, wil ik jullie heel eventjes ook vertellen. Op het moment dat we dit zeg maar gaan doen, komt er ook dus... Wow, dat is wel heel erg donker. Zo. Maar willen jullie dus ook heel even zeggen dat het op dit moment heel erg handig is om ook eventjes de nieuwe warp te leren. Die ons daar gelijk naartoe gaat brengen naar Dead Mountain Crater. Even alvast een ding wat ik wil vertellen. Ondanks, ik weet, ik heb heel veel complimenten gekregen over hoe dat ik de Ocarina had gespeeld met die andere nummers. Nogmaals mijn grote dank daarvoor. Maar de volgende nummer die we dus zeg maar gaan leren, dat is de Bolero of Fire. Dat is best wel een pittig nummer om die helemaal mee te spelen. Dus daar zou ik net zoals bij de voorgaande, zou ik alleen zeg maar de tonen die we moeten spelen op de ocarina via de dingen. Dus de noten die op het scherm verschijnen. Die zou ik dus zeg maar dan ook alleen doen. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Oké, nou helaas werkt ons trucje nou niet meer zo goed van tot we dus nou kunnen schuilen onder een schild. Omdat we nou dus adultling zijn. Dus wat je eigenlijk wil doen is zoveel mogelijk rollen en je zult nergens geen last van hebben. Oké, nou eventjes hier eventjes die spin even aan de kant schieten. Hey, jij bent nou ook een soort van spin. Je bent een Tactite. Echt serieus, die naam die blijft me altijd nog bij een Tactite. Oké, nou. Maar de reden waarom dat we dat nummer zeker willen leren, dat heeft ermee te maken dat we dus zeg maar, ja, eigenlijk kunnen we dat nummer ook later leren. Ik bedoel, we moeten via Gorgon ingang en dat is als we de tempel gaan starten, maar dat moeten we wel doen voordat we jongling gaan worden. Dus, dat is nou nog niet echt nodig, dus, we wachten er nog even mee, vooruit dan. Goed, nou, dan komen we hier dus zeg maar aan en achter deze rots. Daar zit een gigantische Gorgon met zijn ogen dicht. Alles kids? My brother, open the new store. It's Medigoron's Blade Store. However, I am better at making blades. Alien Carpenters, praise me for my skills. I'm not lying. Oké, je praat nogal langzaam. Goed, hem willen we dus helemaal de Broken Gorgon soort laten zien. That broken knife is surely my work. I really want to repair it, but because of yesterday's eruption, my eyes are irritated. There are fine eye drops in Zora's domain. You will find them if you go to see King
coins, or... Please go get the eyedrops. Ja, natuurlijk. Dus we hebben nou het vraagje of we de eyedrops willen gaan halen. Oké. Nou, dit kan dus ook zeg maar heel erg vervelend zijn, aangezien dat we hier nou heel veel schade gaan nemen. Maar aangezien dat we dus zeg maar nou helemaal weer naar de Zoa's domein toe moeten, om dus die eyedrops te gaan halen. Aangezien dat dit ook geen timed quest is, zie ik jullie bij Zoa's domein. Een golden skulltula. Die gaan we nou niet vertellen dat ik die token hier niet kan pakken. Die geeft mij gewoon die token. Ah, dit is onzin. Dit is onzin. Oké, even hier staan. Oh, ik wil nog op de hek staan. Oké, heel voorzichtig. Als die 5 mm het echt uit gaat maken, dan ga ik echt lachen. Ja hoor, die 5 mm maakt echt uit. Ik wist nog niet eens dat daar een golden skulltula zat. Ben ik heel eerlijk in. Maar ik zag hem toevallig op mijn trip daar naartoe en ja, daar lag hij. Nadat we toch al bij Zoa's waterval zijn, denk ik dat ik gewoon vanaf hier even verder ga. Dus ja, dankjewel golden skulltula. Moet ik weten dat hij daar zat. Oké, okay, nou eventjes wap 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 wap. Wap. Wap, 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 wap. Ik hou van wappen. Oké, nou weten jullie nog dat ik gisteren zei dat... Of gisteren, om mijn naam. Dat ik vrijdag zei, omdat weekend... Hopelijk hebben jullie een leuk weekend gehad. Dat ik had gezegd dat de Zora sidequest daar heel erg belangrijk was voor de Korenblade om dat te doen. Nou, we moeten dus zeg maar bij de Zora's. En King Zora, die heeft dus zeg maar eigenlijk het recept voor wat we dus zeg maar nodig hebben. King Zora zit gevangen in rood ijs. Nou, heeft iedereen mij verteld dat blauw vuur het heetste vuur is? Klopt, in reality is het blauwe vuur het heetste vuur wat er bestaat. Als je zeg maar bij het gasfornuis een keertje Ma ziet koken, dan zie je bij het gasfornuis zie je dus zeg maar de gewone gele vlammen aan de punt van de vlam, maar onderaan de vlam dan zie je de blauwe vlam. En dat klopt, de blauwe vlam is het heetste van het vuur. Gaan dat niet aanraken of wat uittesten, alsjeblieft doe dat niet. Maar dat is inderdaad het heetste. Maar het rode ijs, dat lijkt eigenlijk een beetje op heet ijs en dat is dus met gewoon vuur niet te blussen. Dus ja, vandaar die ene theorie. Maar bedankt voor alle inzettingen, jullie zijn slim, ik hou ervan. Oké, nou, King Zora, ik heb een medicijn. Ah, this is, well, eye drops. Oh, yeah, they are actually pretty good with some turkey sandwiches, if I may say. You might say we have them, you might say we don't. Well, we do have the ingredients, well. If you take the ingredients to the doctor at the Lake Laboratory, he can make the drops for you. But you have to be quick, because you have to deliver them fresh. Can you make it before they spoil? Ja, natuurlijk kunnen we dat. Dus we krijgen een eyeball frog. Yuck. En we hebben 3 minuten om die dus zeg maar naar Lake Hylia te brengen. Nou, aangezien dat dit een timed quest is, ga ik dus niet vooruit knippen. En neem ik jullie dus mee naar Lake Hylia. 3 minuten is meer als tijd, is meer als genoeg tijd. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Nou, op het moment dat je dit dus doet, wil je geen warps gebruiken. Gebruik je een warp om gelijk te warpen naar Lake Hylia, dan ja, krijg je dus zeg maar een soort van skip in time gebeuren. En hou je dus nog maar 2 seconden over en heb je dus nooit genoeg tijd om bij de plek te komen waar dat je naartoe moet. Dus je moet echt naartoe lopen. Zorg ervoor dat Epona alvast klaar staat. Epona zorgt ervoor om snel door Hyrule Field heen te gaan. Je kunt de backwards walkie ook wel gebruiken. Maar echt serieus, ik raad gewoon Epona aan. Laten we het daar gewoon op houden. Dus, ja! Ondertussen lopen we daar maar naartoe. Nou, wat ik wel grappig vind in The Legend of Zelda, sinds, ik denk, ja, Oracle of Ages, Oracle of Seasons. Ja, die zal ik ook nog ooit een keer let's playen. Maak je daar maar geen zorgen over. Net zoals A Link to the Past, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Twilight Princess. Allemaal nog Zelda games die ik nog allemaal moet doen. Die komen allemaal, don't worry about it. Ik ben nog lang niet klaar met let's playen. Maar het valt me wel op dat ze dus zeg maar heel erg vaak die trainings quest hebben in The Legend of Zelda. Vooral in de 2D Zelda games. En ik zit eraan te denken om ook weer een keertje een 2D Zelda game te doen. Oké, okay, Epona, laat me nou niet in de steek. We hebben je nodig. In het begin van deze aflevering heb je me namelijk behoorlijk in de steek gelaten. En daar ben ik geen fan van. Oh, zo.
Secret Paard Teleportation Device. Oké, okay, nou, we hebben Epona. En we moeten dus zeg maar naar het zuiden van de map. Dat is onderaan. En daar ligt dus Lake Hylia. De warp die we konden gebruiken als Young Zepi. Die kunnen we op het moment niet gebruiken. Omdat heel Zora's domein dus zeg maar helemaal bevroren is. En daarom kunnen we daar niet naartoe. Nou, we hebben nog anderhalve minuut. We zijn er al bijna. Dus ik denk dat we wel goed zitten. Ik kan wel wagen om daar een sprong te gaan maken, maar daar heb ik weinig zin in, dus ik ga netjes door de poortjes heen. We nemen geen risico. En die Big Po die je daar ziet, dat is nodig voor een hele vervelende, saaie, zinloze sidequest. Gaan we doen later. Niet nu. Ik bedoel, we hebben nou de Big Coron dingen die we moeten gaan doen. Dus, ik bedoel, ik vind die bottle... Normaal gesproken in mijn playthrough skip ik die bottle sidequest. Dan moet je 10 van die spoken moet je dan zeg maar killen. En die moet je dan brengen naar een of andere gast. Krijg je heel erg veel geld voor, wat zinloos is. Ja. En het nadeel is dus, zeg maar, je krijgt er alleen maar een empty bottle voor op het einde. Dus, en ja, je hebt dan wel 4 bottles, maar op, je hebt niet echt 4 bottles nodig. Ja, voor de sidequest misschien zou je 4 bottles nodig hebben, maar ja. Oké, nou, we hebben nog maar minder dan een minuut en we moeten dus bij dit huisje hier zijn. Zorg ervoor dat Epona klaar staat, want na deze missie krijgen we gelijk nog een tijdsmissie. Dus wij wachten hier al eventjes tot we eraf kunnen gaan. En wij gaan eens heel eventjes naar onze oude Farfetch'd. Hey gast, ik ben vergeten welke stem jij jou hebt gegeven. Ik moet ze aan jou geven, toch? Ja, hier gaan we. Oh, wow. I haven't seen an eyeball frog like this since Sora's domain froze over. These eyeballs are so delicious. Tonight I will cook fried eyeballs for the first time in a long time. Such great stuff. Please say thank you to King Sora. What? These are for making Big Goron's eye drops. Oh, how disappointing. You shouldn't have said so in the first place. Secret business gaat daar hoor, echt, mag het niet zien. Nee. Here it is! This medicine doesn't have any preservatives in it, so it won't last long at this temperature. Run as fast as you can to that mountain. You're young, you can do it. En we moeten nou dus dit stuff binnen 4 minuten brengen naar Big Goron. Hier krijgen we het probleem mee. We hebben 4 minuten en Big Goron, zoals jullie weten, zit bovenop Dead Mountain. We zijn niet, we mogen geen warps gebruiken, dus we moeten vanuit hier zo snel mogelijk naar Kakariko Village. Moeten we Dead Mountain beklimmen met die vallende lavastenen en die muur beklimmen met die skulltjelaars erop. En dat allemaal binnen 4 minuten. Dit is best wel tedious. Hier kun je best wel bijvoorbeeld zeg maar kort op tijd zitten, dus hier moet je echt wel snel voor zijn. Zorg er sowieso voor tot Epona klaar staat, zodat je zo snel mogelijk naar Kakariko Village gaat. En dan zal alles wel goed komen. Oké, nou, Kakariko Village is recht echt helemaal dwars door heel Hyrule Field. Dus zorg ervoor dat je weet wat je doet. Oké, nou, de worteltjes die zijn op. We moeten even opschieten. Kom op, kom op, kom op, kom op. Dank je. Snelheid is belangrijk. Oké, nou hier wil ik niet falen, dus ik ga hier eventjes door het open poortje. Normaal gesproken is het snelste om ervoor te zorgen dat Epona nog 1 worteltje over heeft. En dat je dus zeg maar zo dan die snelheid kan behouden voor Epona. Zeker erg handig om dat te weten. Oké, nou. En hier naar beneden. Kom op. Kom op. Oké, we zijn nu al een minuut kwijt. Nou ja, we zijn er al bijna bij Kakariko Village, dus op zich... No worries. Oké, nou heb ik geen worteltjes meer nodig. Over de brug. Het enige nadeel wat ik altijd heb is dat je dus moeilijk kan stoppen met Epona. En tot ik soms nog wel eens een keer een extra speedbob doe. Wat extra tijd kost. Sorry voor de hoest, maar er zat een kriebel in mijn keel. Oké, nou. Nou willen we dus zo snel mogelijk doorlopen. En ook al denk je van, oh je bent al in Kakariko Village, je hebt nog meer dan genoeg tijd. Vergeet niet, we moeten nog heel Dead Mountain beklimmen binnen de tijdslimiet. Dus je moet hier echt snel zijn. Ik heb het een keertje gehad dat ik gewoon echt nog maar 10 seconden over had. Dus ja, ze weten je wel een beetje hier zeg maar snel te laten lopen. Dus er zijn wel trucjes, maar niet dat ik eigenlijk weet wat voor trucjes. Ja, je kunt de backward walk doen, dat scheelt misschien net een paar seconden. Of je kunt een paar keer vooruit rollen zoals dit. Dat zorgt ook voor een betere snelheid.
Dat hebben we geleerd bijvoorbeeld bij Dampay om daar de Piece of Heart te krijgen. Dus zeker handig om dat te weten. Dus, nou moeten we hier naar boven toe lopen. Oké, we zitten nu op de helft van de tijd. We zitten al op Dead Mountain Trial. We moeten nou gewoon alleen nog maar naar boven klimmen. Dus eventjes gelijk eventjes ervoor zorgen dat ik pijl en boog heb om die spinnen dadelijk gelijk uit te schakelen. Geloof me, die spinnen wil je uitschakelen. Schakel je die spinnen niet uit, dan klim je op de muur. Die spinnen vallen je aan, valt naar beneden toe en dat kost heel erg veel tijd. En dat wil je gewoon niet. Dus, oh boy. Ja, ik ben een keer hier door een steentje geraakt en dus naar beneden gevallen. Terwijl dat ik deze sidequest aan het doen was. Was niet prettig. Oké, nou hier naar boven. Ah, we hebben nog tijd zat, we hebben nog tijd zat. Oh, ik haat deze missie zo erg. Verschrikkelijk. En ik heb nog steeds een kruis. Ik heb nog steeds een kikker in mijn kelder waar ik niet vrolijk van. Oké, nou. Omhoog. Dus. Oké, okay, editor. Doe jij heel eventjes even het audiocommentaar even wegknippen. Dan kan ik heel eventjes iets ranzigs doen. Oké, nou, dat... Oh, dat klinkt al een stuk beter. Oké, nou, we hebben nog genoeg tijd, dus eventjes jou even killen. Er zit daarboven nog eentje. Jij komt naar beneden springen, daar heb ik een hekel aan. Weet je wat? Ik laat jou... Ik negeer jou gewoon. We hebben nog 1 minuut. Nou kan ik het risico nemen om die ene spin gewoon te proberen negeren, maar... Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Gewoon doen. Oh boy. Don't look at me, don't look, don't look, don't. Oké, we zitten cool. We hebben nog 48 seconden. Ik heb het zelfs 1 keer gehad toen ik hier dus zeg maar nog maar 5 seconden had om dit te doen. Tot hij hem niet pakte en tot ik hem een paar keer had geselecteerd. En tot er gewoon de tijd op was, terwijl dat ik hier al de hele tijd probeerde hem die eidrops te geven. Maar nu, in 1 keer. Really? You brought the eidrops? I'm so relieved. I'm going to use them right now. Wow! This is stimulating! It's working great! Now I can get back to my blade business. My work is not very consistent. So I'll give this to you so you won't forget. After a few days, please return. Wait. Just wait patiently. Nou, we moeten dus zeg maar nou eigenlijk 3 dagen wachten. En wat we dan dus moeten doen is zeker heel erg vervelend. Wat ik normaal gesproken doe om er zeker voor te zorgen dat dit werkt, is ik loop eventjes Dead Mountain in. En in Dead Mountain speel ik 6 keer The Song of Time. Ik ga het jullie besparen. Ik geef jullie maar 1 keer. Dit is de Song of Time voor de mensen die het vergeten waren. En dit doe ik dus 6 keer. Om ervoor te zorgen dat het 6 keer... of dat het 3 keer nacht wordt en 3 keer dag. Dus ik zie jullie na 6 keer dit gedaan te hebben. Oké, na het 6 keer gedaan te hebben. Als we dan hier naar buiten lopen. Dagen zijn voorbij gegaan. Dus... Als ik me niet vergis... Hallo... That sword is my finest work. Geef die je de Big Horn Sword. Dit is het sterkste zwaard in het spel. 2 keer zo sterk als de Master Sword. Het enige nadeel is, je hebt dus zeg maar 2 handen nodig en deze zal niet breken. Dit zal gewoon geëquipt kunnen worden via je item select screen. Dus zoals je dus zeg maar hier ziet. En geeft dus een enorme wapen aanval op het moment dat je dus zeg maar de spin aanval zal doen. En wil je die chargen. Krijg je dus een enorme wave of energy. Ben je nou te vroeg, dan zal die zeggen van... Hey, you're impatient en moet je dus nog iets langer wachten. Enigste nadeel nogmaals met dit ding is... je kunt je schild niet gebruiken. Dus hou er wel rekening mee. Nou, met dat wil ik het eigenlijk laten voor deze aflevering. Ik bedoel, we hebben de Big Horn Sword te pakken gekregen. Dus daar ben ik zeker heel erg blij om. Is echt een boss killer. Zorg ervoor dat je bazen
heel makkelijk kan verslaan. Wat we ook zeker zullen gaan zien in deze Let's Play. Dus, heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, heb je nog vragen over hoe dat Bikkelhondsoort werkt? Kun je dat ook altijd kwijt in de reacties? Ik lees het allemaal. Heel erg bedankt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda. Morgen gaan wij eventjes een nummertje leren om hier makkelijk naartoe te kunnen warpen. Gaan we een nieuwe tune krijgen en gaan we terug in de tijd naar Young Zeepie om daar een heleboel sidequests te completen. Dus ik zie jullie dan. Dus bedankt voor het kijken. Nogmaals, heb ik al gezegd. Maakt niet uit. Vind jullie awesome. Doei!